eruit gecatapulteerd en de andere groom had een duimluxatie. Dus chapeau voor die groom, ze dan toch weer opgestapt zijn en nog de hele marathon hebben uitgereden met een beetje pijn. Nee, eentje dezelfde en eentje in vervanging. Goed, Thomas dus. Kijk nou. Ja, de volgende vierspanrijder komt naar hindernis 7. En daar waren alle hens aan dek. Ze moesten eruit. Een krachtig commando. Mark Carruthers, Mexico, nummer 51 in obstacle nummer 7. Hij rijdt de marathon met zijn kadets. Doe 59-82, dat is de tijd voor Tom Stockmans.